Vind je het mooi? Ja, prachtig. De 9-jarige Stan kijkt terug op een wel heel speciale kerst. Hij is namelijk Brabander van het jaar geworden. Stan Jansen! Stan won de prijs omdat hij heel veel geld heeft ingezameld voor een goed doel. Mijn oudere broer Wies die is overleden aan hersenstamkanker. En daar ben ik heel verdrietig om. En daardoor wil ik zorgen dat kinderen dan niet meer hoeven ziek te zijn. En dat ik daar geld in kan verzamelen. Hij besloot daarom messen en gereedschap te slijpen voor mensen uit de buurt. Ziet er best gevaarlijk uit, maar zijn vader houdt het scherp in de gaten. Die doet het goed. En allemaal voor een goed doel dus. Stan haalde er wel 45.000 euro mee op. Ja, heel bijzonder dat hij het nog steeds volhoudt en nog steeds zo goed doet. Nee, zeker wel een topper. Heel mooi. Heel trots op hem. En de kinderen uit de buurt zijn dat ook. Ja, heel knap. Ik vind het heel goed dat hij dat doet voor Wies. Voordat Stan zoveel geld inzamelde, wilde hij er eigenlijk iets anders van kopen. Een Lego set. Maar toen dacht ik, ik vind het eigenlijk niet waard. Ik ga het gewoon aan het goede doel geven. Kunnen daar hopelijk kinderen mee beter maken. Daarom blijft hij doorgaan met slijpen. Dat alle kinderen beter zijn. Ook al ben ik nog een opa, ik ga door. En de prijs? Die krijgt een mooi plekje naast de urn met de as van zijn broer Wies.